Over de exacte inhoud van de nieuwe film kan het productiehuis nog niet zeggen. Het project staat nog in de kinderschoenen, aldus een woordvoerder. Maar we zijn er wel heel serieus mee bezig. Het is niet duidelijk wanneer de nieuwe Costa in de bioscopen te zien moet zijn. Costa. Uit 2001 is een mijlpaal in de Nederlandse filmgeschiedenis. De komedie van Johan Nijenhuis over een groep jongeren die 2 weken vakantie vieren in Salou trok 700.000 bezoekers en sprak een jong publiek aan dat de Nederlandse film daarvoor niet wist te vinden. De hoofdrollen werden gespeeld door Georgina Verbaan, Katja Schuurman, Daan Schuurmans, Kurt Rogiers en Michiel Huisman. Voor bijna alle acteurs was het de eerste grote rol in een speelfilm. Prikkel. Na de film Costa. Volgde er een serie, die 4 seizoenen liep bij BNN. Regisseur Nijenhuis werkte ook nog enige tijd aan een prequel die zich tijdens de krakersrellen in de jaren 80 zou afspelen. Maar dit project kwam nooit van de grond. John Karthous brak door met zijn hoofdrol in de soapserie en films van Nijenhuis. Hij concentreert zich de laatste jaren vooral op regisseren en maakte onder meer de comedies Homies en Bella Donna's.